Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Pixelmon Mod spelen met de Kanto Johto Adventure Map uit mijn hoofd. Mijn starter Pokémon is altijd Charmander, dus die neem ik nu ook weer. En daar zijn we. Het probleem is, deze mod start in Creative, dus dan gaan we even naar Game Mode. S. Dus nu spelen we op Survival. Zoals jullie zien, heb ik hier al een heel optieblad met hoe je van alles kan maken. Zie je? Maar dat is niet echt wat mij uitmaakt. Maar je hebt hier bijvoorbeeld Sunstone Ore, Pixelmon Spawner, Master Chest en al dat soort dingen. En daar gebeurt iets wat ik wil zien. Oké, wat gebeurt daar? Oh, wacht, nee. Is dit een Legendary Spawn? Niet nu al, toch? Boven het water ook. Ik weet alleen niet wat het is. Maar zoals jullie zien heb ik al een Charmander van level 5. Ze spannen op. Je krijgt je start op level 5. We hebben hier Flavi level 30 al. Is hier ook een Pokémon Center? Vraag ik me eerst even af. Ik wil best graag gaan beginnen, maar Pokémon Center. Kist. Zit niks in. Wat heb ik er buiten mee? Oké. Okay. Zigzagoon level 5. Go Charmander. Go Charmander. Fight. Scratch. Kom op Charmander, je kan het. Tail Whip. Oké, dan gaan mijn defense omlaag. Als het zo doorgaat ga ik winnen. Hij is op de helft, maar... Hij gaat dit nu doen tot hij echt een final blow kan doen. Growl. Oké, nu wordt mijn attack ook gedecreased. Ik betwijfel, dit is... Ja, één hit en hij is dood. Maar het is ook één hit en ik ben dood. Oké. Okay. Zo. Dan krijgen we een Grassmail. Wat kan ik hiermee? Oh, hiermee kan je een bericht typen ofzo. Ja, maar ik heb hem nu al verzegeld. Oh, ik liep even vast. Pokécenter. Dat is namelijk wel even belangrijk, dat ik mezelf kan healen. This way to... Is dit de gym al? Ja, nee, maar die ga ik nog niet doen. Ik heb alleen Charmander level 5. Dit is de Brock gym. Ja, Pewter City, gym leader Brock. Ik kom waarschijnlijk zo meteen een train. Wat? Ik kom echt helemaal niks tegen. Waarschijnlijk bestaat hij nog niet. Ik weet niet. Ik snap dit niet. Mooie gym, maar waar is dit? Kijk, als je dan zoiets maakt, doe er ook even een trainer bij. Graag. Oh, deze map werkt ook met hoogte volgens mij. Ja. Oh nee, hij werkt met dag en nacht. Ik weet niet. Het gaat mij even omdat er een Pokécenter hier is. Miauw. Miauw. Hier ook niet. Wat is dit? Ik snap dit echt niet. Ik zoek één ding. Een Pokécenter. Is dat te veel gevraagd? Of zo? Ik krijg lachen als dit ding het is waar ik recht voor span. Maar dit is een Pokémon Market, denk ik. Oh nee, dit is dit huis met... Oh nee, dit is een ander huis. Ja, nee, maar hier is ook niks. Nogmaals, ik zoek het... Nog steeds dat ding. Wat is dat? Ik zoek een Pokécenter. Alsjeblieft. Dit is waarschijnlijk... Nee, wacht. Hier ben ik ook al geweest. Oké, ik vind dit niet zo'n hele goede map. Dus, wat we gaan doen. Nee, dit gaan we niet doen. Wat wij gaan doen is, wij gaan naar multiplayer. En wij gaan... Op een officiële server spelen.
Pixelmon Reforged. Wauw, ik heb hier zelfs gewoon een map van. Dit is best wel goed gemaakt trouwens. Ik ga voor Blue. Dat is de meeste speler. Ah, moet ik modpack, Discord. Ja, die heb ik al. Misschien. Server selector. Blue. Het zou moeten werken. Ja. Oh, ja, nu mag ik ook starter kiezen. Ik dacht al. Charmander. Oké. Oh, wauw. Je krijgt echt best wel veel aan het begin. Een golden shuffle. Kan je land mee claimen, blijkbaar. Oké, maar eigenlijk wil je Charmander nu meteen level uppen. Ja, dat ga ik doen. Hij is shiny. Jongens, als starter. Een shiny Charmander. Amber. Nu al. Hij is evolving. Wauw, dit is echt goed gemaakt. Oprecht. Gewoon, nu een shiny Charmeleon. Minder. Graag geen comments van, je moet dit niet doen. Je moet niet nu al... helemaal gaan level uppen, maar... Oh, wacht. Heb ik het nu echt heel slecht gedaan? Ja. Yep. Ik heb dat leren helemaal verkeerd gedaan. Reset. Nee, ik weet niet. Ik heb nu in ieder geval Charmander level... Charmeleon level 30. Deze Ender Chest. Ik heb zelfs een Master Ball. Oh, Running Shoes. Grappig dat je nu al een Master Ball hebt. Allemaal Wingles. Wat kan je nu al naar een shrine toe? Hoe dan? Ik weet niet. Kan je al naar een shrine toe? Kom op, Wishmer. Kom vechten. Firefang. Ja, eigenlijk had ik Ember willen gebruiken. Maar dat kan dus nu niet. Gunpowder, take all. Ik zeg maar wat. Wishmer. Die is een te hoog level, dat is een ook te hoog level. En dit is ook shrine. Ja, je kan hier gewoon meteen al naar alle shrines toe. Trio of Arceus. Oké. Okay. Of Trio Arceus, dat kan ook nog, ik weet niet. Maar dit is dus gewoon de Aces naar alle shrines al meteen. Maar dat maakt mij niet heel veel uit, want daar wil ik nog niet heen. Is dit dan een Pokécenter? Ja. Kan ik hier really enchanten? Kan je een master... Nou, je kan geen masterbal betoveren. Ik kan deze shovel... Ja, ik kan hem wel betoveren, maar ik heb de levels niet. Maar hier hebben we dus... Oh, een trade machine. Ja, nee, die ga ik niet traden, maar dat is wel handig. En we hebben een box. Oké. Okay. Kunnen we die guys aanvallen vanaf hier? Oh, ik moest wel ook nog retracten. Receiven. Terughalen. To claim the Pokestop. Ik heb een Pokestop geclaimd. Oh, wacht. Zet een uur voordat ik hem weer kan claimen. Oké. Okay. Train your Pokémon hair. Graag.
Wat is een sink? Wishmer, jij gaat weer in één keer dood, hè? Tenminste, dat hoop ik. Ja, in één keer weer. En ook weer alleen... Die trapping was opeens weg. Een healing machine. Ik heb het volgens mij niet nodig, maar... Nou, hij forceert je gewoon om even in je inventory te gaan. Oh, hij staat op een blok. Ik dacht al, is hij heel groot of ligt het aan mij? Die guy is wat ingegaan. Fight Firefang. Ik heb niks aan. Een Growlithe. Nee, dan werkt dat niet natuurlijk. Bite. Critical hit. 4 damage. Ja, mijn enige aanval die ik dan nu heb. Die. Oh ja, natuurlijk. Het is gewoon continu scratch doen. Hey, ik heb de battle gewonnen. 5 pokeballs, is dat het enige? Oké, ik ben weg hier. By the... slash warp. Ik weet niet welk level 10 ik ben, misschien. Oh. Dire hit. Ik wil eigenlijk gewoon een Pokémon gaan temmen, maar ik weet niet waar ik heen moet. Wil ik ook gewoon hierheen kan. Een Ghastly level 25. Oké, 1 scratch zou hem niet killen, toch? Nee, geen effect. Dat is wel naar. Oké, Firefang doet dat wel iets. Nee! Dat kilt me in één keer. In één keer. Er zijn gastranen. Oké. Oké, jij bent best wel goed. Kan ik jou in één keer vervangen? Ik mis mijn Pokéball. Ach, dan krijg je... Kijk, dit is best wel goed gemaakt. Gewoon non-pixel in pixel. Jee, we hebben hem. Kijk. We hebben een andere. Maar is dit het enige waar we heen kunnen? Of kunnen we ook nog ergens anders heen? Want dat zou ik wel heel fijn vinden. Want hier spannen alleen maar dezelfde. Ja. Waar moet ik heen? Kom op. Clauncher, kom maar hier. God. Kom hier. Oh, nu vangt hij hem wel, hè. Ja, ik heb hem. Willen ze me nou echt verplicht van hier houden? Beter van niet. Nee, hé. Hey. Hier kan ik ergens heen. Wauw, hij is echt. Hij heeft nul gedesigned aan deze server. Tenminste, hij heeft eigenlijk alleen maar gebouwd en gebouwd. Dat is het enige wat hij heeft gedaan. Laat me raden, dit is een arena? Ja. Eens kijken. Oké, even mijn Pokémon's healen. Eigenlijk alleen Charmeleon, maar... Wauw, hierboven is een Rayquaza. Ja, maar hier, dit kan je gewoon kazen. Je kan gewoon letterlijk healen in battle. Echt, ik heb hier zo'n hekel aan. Aan zulke slecht gedesigne mappen, gewoon. Gewoon echt slecht. Kijk, en hier buiten is dan echt helemaal niks meer.
Het is gewoon, je moet het doen met wat je hebt. Kan ik hier claimen? / claim. / plot. / help. Oké, dit zijn eigenlijk gewoon heel... DST. Dister. Wat? Ik doe exact... Oké, ik ben weg hier. Dit is zo slecht gedesigned, hè. Ik kan het niet genoeg blijven herhalen. Gewoon... Hij heeft er nul tijd in gestopt, hè. Oh man. Hier kan ik wel weg. Oké, gelukkig. Spant hier überhaupt iets? Nee. Oké, heeft alsnog geen zin. Yay. Wat is dit? Oh, maar die is wel schattig. Hier komen. Het lijkt wel alsof deze ultrabal al een 100% catch rate hebben. Er zijn er nog nul uitgebroken. Yep, call. Hetzelfde level ook. Staff team. Oké, en wie is nou de... We hebben hier allemaal mods. Trial mods. Helper. Maar wie is de owner? Dat wil ik weten. Oké. In-game en donator ranks. Oh man. Ik kies de term aan jou hier komen. Wingle. Drillboard broke free. Oké, dan mag je ook wel gaan. Complex Pixelmon Pokélab. 5 fossils. Oké, dat is elkaar hetzelfde. Exact hetzelfde. Oké, dit is echt alleen fossielen wat je hier kan doen. Ik disconnect. Deze server is gewoon niet eens geprobeerd om het leuk te maken. Wat hebben we hier? Deze is volgens mij wel goed. Ik hoop dat ik hier ook een shiny... Oh ja, hier heb ik al in gespeeld natuurlijk. Ja, ik heb hier al een beetje in gespeeld. Dit is wel een leuke server. Ik heb al een Golett, een Geodude, een Numel en een Charmander. Wat is dit? Een Morphle. Ik wil hier eigenlijk mezelf doden. Omdat ik hier wat problemen had. Wie krijg ik? One Free Master Ball. Die heb ik al goed zomaar. Oh, kak. Je springt in het water en gaat niet dood. Oké. Als het goed is, raak ik niet alles kwijt. Was deze German eigenlijk ook shiny? Nu het is gewoon... Je krijgt de starter shiny in de servers. Oké, als ik dat had geweten... Dan was ik aan het begin minder blij geweest. Nog steeds wel leuk hoor, maar het is toch minder. Je bent wel leuk. Hier komen. Ik herhaal. Hier komen. Hier komen. Hier komen. Hier komen. Dit is echt een rot Pokémon. Hij wil gewoon niet gevangen worden. Ah, eindelijk.
Ik heb Defense Girl als TM. Oké, doei. Als hij uitbreekt, dan hoef ik hem ook niet meer. Die wil ik eigenlijk. Dan kan ik ergens op vliegen, als het goed is. Ik heb hem. Oké. Nu hoop ik dat ik hem vang. Nee! Ik weet niet eens welk level die is. Maar toch. Kan ik ook niet zien. Oké. Vreemd. Oh ja, dan moet ik hier voor zo'n parkour jump. Of kan ik het... Oh, ik kan gewoon breken dingen. Dit is echt best wel moeilijk. Oh, wacht, ik heb een betere manier. Ik word nu toch te battelen. Ik moet hier ook eigenlijk niet meer. Level 42. Ja, maar die wil ik echt graag hebben. Gewoon. Vang me gewoon. Ga gewoon in die Pokeball. Please. Oké. Dan niet. Ga maar dood. Mijn Pokeball is kapot. Ja, nee, maar dat is niet leuk. Nu... Oh, ik kan gewoon in één keer... Ah, heb ik een crafting table nodig. Oh. Ik snap ook niet, waarom kan zo'n pokeball opeens kapot gaan? Huh? Energy root. Ah, die kan ik niet op die zetten, ook niet op die. Oké. Ik wil wel houden. Gewoon, mocht ik hem ergens nodig hebben, kan hem wel terstoren waarschijnlijk. Pokeloot. Zo. Full heal one. Yay! Bedankt eigenaar van de server dat je ons zulk goede loot geeft. Oftewel, gewoon eigenlijk helemaal niet. Ik heb het nodig om omhoog te bouwen. Oh, wacht, daar heb ik gewoon een pickaxe voor natuurlijk. Gewoon. Ik wil gewoon heel deze berg op, alleen maar om mezelf te killen. Klinkt heel raar, maar het is wel zo. Oké, levels helpen ook wel een beetje. Ik krijg hier namelijk levels van. Niet heel veel, maar toch wel. Ik denk trouwens dat dit mijn langste opname tot nu toe is. Oh, ik kon al gewoon... Oh, nee, dit wil ik niet. Ik kon al een crafting table maken. Ach ja. Die had ik dan ergens random moeten plaatsen, dus. Dat is één hele stack aan hout. En dat is bijna twee hele stacks aan hout. Dat is best wel veel. Maar dan kan ik het gebruiken om te bouwen, dus. Dat is best wel oké. Arceus, please. Laat mij doodgaan. Nee. Als dit een of andere bovennatuurlijke macht is die me tegenhoudt, mag je de pot op. Ik wil dood. Nee, één half hartje over. Ground items will be cleared, oké. Dan moet ik dus nog hoger gaan zitten. Toedeledokies. Yes! Ik drop ook geen inventory. Kom ik nu bij Pokémon Center terecht. Dat zou ik heel fijn vinden, maar ik kom in de lobby terecht. Gewoon. Oké. Aura Display Room. Wat is dat nou weer? Een Magikarp. Oké.
Het beste thema ooit als ik hem kan vangen. Kan ik hem niet vangen? Kom op, waarom niet? Het is een Magikarp. Ja, oké, okay, dan niet. Dan ga ik hier even kijken. Pokémon Aura. Oh, Smoky Aura. Volcanic Aura. Aura Crate. Oh. Daar heb ik allemaal keys voor nodig natuurlijk. Kan ik niks mee? Oké. Okay. Er is hier wel iemand. Ultra Jag. USA is your city? Oké. Okay. Eens kijken, waar ga ik nu naartoe? Evolve training ahead. Nee, die hoef ik niet. Slash start. Slash spawn. Oh, ja. Zou ik mijn Pokémon altijd kunnen healen? Gewoon door slash spawn in te tikken waarschijnlijk. Warps. Zijn hier de warps of zo? Crates this way. Warp. Oh man. Slash warp. Accept. Force. Marcher. Spawn. Slash warp list. Slash warp 156, comma spatie 55. Komma spatie 215. Nou! Kom op! Oh, wacht. Slash warp. Accept. Force. Marcher. En dan. 156. 55. 215. Oké, dat slaat echt helemaal nergens op. Kan ik gewoon zo'n ding aanklikken? Oh, man. Als ik dit had geweten eerder. On her to heal your Pokémon. Waarom moet ik... Oh, wow. Dit gaat een stuk sneller. Ik kan niet traden. Slash RTP. Zo. Laat ik even een land gaan claimen waar ik iets kan bouwen. Waar ik mijn eigen huis kan beginnen. Een level 30 trainer. Kan ik het ook uitbreiden nog? Oh nee. Ook weer. Nee, ik vond het eigenlijk wel fijn deze kant op. Oké, dan gaan we gewoon een heel stukje lopen. Kan ik tot hier? Oké, nu hebben we een nieuwe claim. Het is niet heel groot. Oh, wacht. Nee. Slash claim. Slash. Uh,
Ja, wat een slash. Slash plot. Slash claim. Slash help. Slash help 2. Slash gam ball. Gewoon maximaal van mijn account af. Dan even maximaal weggezet. Oh, ik heb nog 500. Oké. Okay. Ja, slash Abaddon claim. Nou, wat is daar? Dead. Iemand, oh, daar ben ik dood gegaan waarschijnlijk. Dan ga ik jullie wat anders laten zien. Dan gaan we nu dit sluiten. Dan openen we de Minecraft launcher. Want ik ga deze mod even niet meer spelen, heb ik gewoon niet meer zo zin in. Nu gaan we iets anders doen. We openen het. Ik zet het op full screen even. De 1.14 release is zojuist uit, dus die kan je nu spelen. Maar wat ik ga doen, ik ga naar Worst en Save. Dan gaat hij dat even opstarten. En dan laat ik jullie dit zien en sluit ik daarna de video af waarschijnlijk. Zo, dat is opgestart. Even wachten. Zo, daar hebben we Worst. Zoals jullie zien is dit een gealterde versie van Minecraft. Worst reageert niet. Heel goed gedaan. Ja, jullie zien dat niet, dat zit net buiten beeld. Maar ik heb nu... Oh, hij doet het. Dan even een single player. Create new world. Create survival, more world, options, cheats. Bones chest, great world. Oké. Dan is hij nu het terrein aan het laden. En jullie zien het nu waarschijnlijk al... Oh, ik spank echt bij een dorp. Je ziet het al linksboven. Ik heb allemaal opties. Waarom zat ik daar vast? Zoals jullie zien... Ik vlieg nu niet, dit heet een jetpack. Ik moet zo heel even snel no fall aanzetten. No fall. Nou, ik ben dood. Ik moet even no fall aanzetten. Ik krijg namelijk geen fall damage. Dit is niet zo'n heel groot. Zit hier wel een gat in de, in de rendering. En als ik nu op X druk, activeer ik een X-ray. Maar ik heb bijvoorbeeld ook ESP. Oh. ESP. Heb ik. Allemaal ESP's. Mob spawn. ESP kan ik zien waar mobs kunnen spawnen. Zoals jullie zien kunnen ze niet op dit soort wegen spawnen. En. Slash. Give. Marcher. Oh, ik had hem al. Torch. Dan gaat de span weg. Maar dit is het voor deze video. Like. Abonneer. Join ons Discord. En dan zie ik jullie later. Doei.